maak kastanje champignons gewoon voor de paddenstoelensoep. En die champignons vormen straks de basis voor een heerlijke romige gebonden soep. Begin met het hakken van een shallotje en aanfruiten in een flinke klont boter. Even glazig laten worden. Niet bruin. De grof gehakte kastanjechampignons erbij. Omscheppen tot het rondom een beetje bruin is. En de bloem erbij. Dat is om hem straks een beetje te binden. Bouillon erbij. Kruiden, rozemarijn en tijm. Zout en peper. En dat laat je op een laag vuurtje een minuut of 20 pruttelen. Ondertussen de kantarellen schoonmaken of andere paddenstoelen waar je het maar mee wilt vullen. Even met een mesje, niet met water, want ze absorberen water. Grof hakken. Teenknoflook pletten en fijn snijden. Boter en olie in de koekenpan. En dan ga ik de kantarellen even aanbakken. Hoog vuur, lekker even sisselen. Als de kantarellen klaar zijn, gaan de knoflook, peterselie erbij, zout en peper. Even omscheppen en het zet je weg. Van het vuur af. Kruiden uit de soep halen en de staafmix erin. Het kan ook in de keukenmachine. Je kunt het ook nog door zeef halen. Als hij te dik is, wat bouillon erbij. Een flink scheut room. En even proeven of die op smaak is. En dan gaat de vulling erin en je hebt een heerlijke romige gebonden paddenstoelensoep.